U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. We hadden vandaag vrij veel bewolking boven ons hoofd. Maar dat waren wel voornamelijk sluierwolken. Er was blauw zichtbaar, de zon heeft geschenen. En de satellietfoto laat het als volgt zien: wat dikkere sluierwolken, voornamelijk in het zuidoosten van het land. Nederland ligt binnen de cirkel. En wat meer stapelwolken in het westen. Er is ook zelfs nog een enkele bui gevallen. Nou, die buien verdwijnen, de stapelwolken ook. En dat betekent dat het vanavond op veel plaatsen gaat opklaren. Met in het zuidoosten van het land nog wel die sluierwolken. Temperaturen liggen in de avond rond 14 graden, vannacht dalend naar een graad of 8 à 9 in het binnenland. Land. Aanhoudend de meeste sluierwolken in het zuidoosten van het land en de meeste opklaringen in het noordwesten. Dan gaan we naar morgen en dan zien we hoofdzakelijk de zon schijnen, maar er ontstaan wel wat meer wolken. Eerst vallen de buien, met name langs de kust, en die buien trekken in de loop van de dag geleidelijk het binnenland in. En dat betekent dat er op meer plaatsen dus een enkele bui gaat vallen, maar er is ook nog steeds ruimte voor zon tussendoor. 17 graden wordt het, er staat niet veel wind en de wind die er staat waait uit het zuiden. Dan gaan we verder het weekeinde in met zondag. In eerste instantie redelijk droog weer. En dat droge weer houden we lang vast. Maar in de loop van de avond gaat het van het zuidwesten uit wel regenen. 17 graden hebben we ook op maandag. Maandag vallen er duidelijk veel meer buien. En dan staat er ook weer wat meer wind. De buienkans neemt dinsdag sterk af. Met zon, maar wel iets lagere maxima van een graad of 15. Op de langere termijn laat de temperatuur weer een iets stijgende tendens zien. Medio volgend weekende zitten we in de buurt van de 17 graden. En dat is aan de zachte kant voor de tijd van het jaar. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.